Ik ben Tatjana de Kleer, ik ben 26 jaar en ik speel voetbal. Ik speel bij Club Brugge, met het homeless team, en ik speel daar al een jaar of 5. Ik zit in Tonsele Vrouwen en daar is het soms hectisch. En als ik dan toekomende maandag op training kan ik oké uitlaten, kan ik babbeltjes slaan, begrijpen ze me en dan geef ik wel veel vertrouwen. Ik zat al 9 jaar hier bij het homeless team bij Club Brugge en de ploeg ligt helemaal nauw aan mijn hart. We peppen met elkaar op als we verdriet hebben of zo, of dat we zien als een probleem hebben, zien we er al zo voor elkaar. Het belangrijkste dat je dat uithoudt is vriendschap. Ja, ik heb al veel dingen geleerd voor zelfbeheersing te doen. Als ik boos word, in plaats van direct naar de persoon zelf toe te gaan, ga ik gewoon van het veld en kalmeer ik bij de sociale begeleiding. Voor mij een groot deel familie ook en ook een groot deel maten voor mij. Als ik hen niet heb, ging dat zeker nooit gelukt hebben. We gaan ook nog vanavond een kerstfeestje doen met het hele team. We hebben allemaal de voorbereiding gedaan, dus we kijken er allemaal naar uit. Ik ben van hulp gekomen, dus ik kan ook niks meer. Ik ben ook een tijdje dakloos geweest. En door dat voetbal ben ik een beetje er bovenop gekomen weer. Bij het homeless team heb je een goede thuisgevoel. Iedereen respecteert elkaar, zoals dat je zei. Het is verse spaghetti gemaakt. En nu hebben we gezellig gegeten. Dat is met jullie thuis wel, in principe, ja, dat is waar, ja. Vlak na die maandag, iedere keer dat maandag wordt, ja, het is weer, we kunnen weer gaan voetballen. Hè.